opvolger van Badr Hari. Wie wordt de nieuwe wereldkampioen in het zwaargewicht? Daarvoor hebben we een viermanstoernooi uitgeschreven. Met Taiwan Spong, met Gökhan Saki, met Melvin Manhoef. En die zal in de eerste halve finale uitkomen tegen deze Japanner, Keijiro Maeda. Hopelijk hebben ze wel verteld dat hij dat zwaar niet mee mag nemen erin. Melvin Manhoef, man die enorm veel MMA-partijen draait, maar behalve dat ook een geweldige kickbokser is. En misschien wel de logische opvolger van zijn teamgenoot Badr Hari. Ja, dat zou een aardige matchmaking gaan opleveren dan. Wat gaat er dan gebeuren? Hier moet de uitdager, maar goed, zover is het nog lang niet. Hij is in ieder geval vrolijk en ik kan me niet meer voorstellen. Zijn eerste opponent zou op papier niet al te veel problemen moeten opleveren. Ik zou ook zeggen, blijf vooral kijken en doe niet je ogen altijd te vaak dicht, want er kan zo voorbij zijn hoor. Aurora, 183cm, Manhoef tegen Maeda. In eerste instantie zou hier staan Khalid Arab. Alleen die kreeg zijn visum niet op tijd binnen. Dus pas op het allerlaatste moment wist Manhoef pas dat dit zijn tegenstander zou worden, deze Japaner. Tja, maar het is niet anders. En hij zal er niet echt rauwig om zijn, denk ik, om deze tegenstander. Keijiro Maeda, een man die weliswaar over een goede dat niet beschikt. Vooral veel bewegelijk is, wegdraait. Maar bij lange na niet de KO power heeft. Waardoor Manhoef beschikt. We willen gaan zien wat het gaat worden. Eerste ronde. We kijken naar Manhoef met de rode handschoenen nog even. Hoe het moet uitstrekken daar. En wat grip wil krijgen op het canvas. Tegenover hem met de blauwe handschoenen. Dat is Keijiro Maeda. Manhoef die voor Maeda onaangename gewoonte heeft om zijn partijen snel te beslissen. Die zoekt meteen het gevecht op. Brengt het langzaam richting Maeda. Hij weet dat Maeda een huppelaar is. Een wegspringer. En dat kan natuurlijk ook vervelend zijn als je achter iemand aan moet gaan lopen om erbij te komen. Dan kunnen er ook gaten ontstaan. Maar je ziet de verwoestende uithalen waarover een man ook beschikt. Man of de man in het rood met de rode handschoenen. Maeda houdt zijn afstand. Hij is gewaarschuwd. Hij kent de knockout power van deze Melvin Manhoef. De zeer zware knockouts die scoorde tegen Mellas Mark Hunt. Mark Hunt natuurlijk nog nooit was neer geweest. De zware KO tegen Slowinski, die echt bijna onthoofd werd door deze Manhoef. Het zal ook Maeda te denken hebben gegeven. Vooralsnog een uitermate behoedzaam opererende Keijiro Maeda. Komt door met rechts. Manhoef houdt hem goed voor zich. Brengt hem niet te houden. Ja, wat daar gebeurde was wel een typische reactie van een MMA-vechter. Hij dook bijna naar de benen toe. En niet vergeten dat Manhoef natuurlijk in het MMA tot nog toe uitstekend meedraait. De eerste slagenwisseling. En daar! Nee! Nou! Het zal niet gebeuren! Wat een complete verrassing! Nee hoor! Wie had dit verwacht? Hij gaat neer! Hij mag overeind! Maar wat nu zeg? Wat nu? Nee, het is over! Het is over! En voorbij! Nou. Dit is een complete verrassing, een eerste klas sensatie. En dit had geen mens durven voorspellen.
niet in zijn stoutste dromen zal Maeda hierin hebben gedacht. En wij trouwens ook niet. Dus de verrassende winnaar is deze Japanner Maeda. Eerste ronde nog uit. En kijk hier, de totale ontreddering bij Manouf. En bij trainer Mai Passanier. En wat een verschrikkelijk... Ja, hij kwam lachend de ringen, toch een beetje onderschat misschien. En ik kan er niet bij voorstellen, want ik had echt alles op deze mannen willen zetten. Wij hadden op zich in potlood staan, eerste ronde KO. Ja, die KO ging wel in de verkeerde kant op. Ja. En dat is nou precies het mooie van deze K1. Kijk, er gebeurt er op stoot. Hier gaat het allemaal nog goed voor Maeda. Loopt hij dat een aan? Hele korte rechterstoot. Hij loopt er volop op de kin. Ja, daar was helemaal niks mis mee. Moest kijken. Loopt naar voren en... Pats. Ja, en klassieke KO hoor. Klassiek het uit. En een flink ook. Baf. Zo zie je maar. Always expect the unexpected. En onderschat nooit een tegenstander. Want dit had geen mens verwacht. Helemaal niet. De matchmakers die hebben gezet op hem. Hebben ook geld verdiend vandaag hoor. Als je dat hebt gehoord hebt. En dus gaat niet Melvin Manhoef naar de finale om de wereldtitel in het zwaargewicht. Maar deze Keijiro...